Nou, een Indian Summer is een periode in het najaar met prachtig weer, veel zon, droog en hoge temperaturen. En het komt eigenlijk, de term, uit Noord-Amerika. Want in Nederland gebruiken we veel vaker de term nazomer. En tussen die twee termen is wel een verschil. Want van een Indian Summer is sprake op het moment dat het al een tijdje slechter weer is geweest, wisselvallig of eigenlijk zelfs al een keer het in de nacht heeft gevroren. Dan vervolgens wordt het toch weer even mooi weer. Droog en zonnig en warm. En dat noem je dan een Indian Summer. En wat je ook dan vaak ziet, dan is het al ver in het herfstseizoen inmiddels, dat de bomen al bruin, rood en geel zijn. Dus dat geeft nog extra mooie kleuren eraan. Als je naar Nederland kijkt of West-Europa, dan heeft het vaak te maken met een wind die toch nog eventjes in het herfstseizoen uit het zuiden gaat waaien. In Zuid-Europa is het nog warm en als die lucht dan toch nog heel snel onze kant op kan komen, ja, dan zie je toch nog dat zelfs tot diep in oktober de temperatuur in Nederland op kan lopen naar meer dan 20 graden. En als het dan nog eens prachtig zonnig weer is, ja, dan praat je dus over nazomer of eventueel een Indian Summer. Wat ik al zei, de naam wordt vooral gebruikt in Noord-Amerika. Er is veel onduidelijkheid over waar die term vandaan komt, maar het blijkt toch al wel een hele oude term te zijn. Maar waar die precies vandaan komt, dat is een beetje onduidelijk. Ja, het is nog even afwachten of wij ook in Nederland een nazomertje krijgen of een Indian Summer. Maar wat we heel vaak zien is dat later in september of zelfs in oktober er toch nog wel een paar hele mooie dagen zijn. Dus de kans erop is toch wel aanwezig.